Als je wil weten hoe het met mensen gaat, moet je in de ijskast kijken. Ik ken zelfs iemand die heeft er een hele serie over gemaakt trouwens voor, voor de televisie. Maar ik weet niet meer wie. Ik kwam een vroegere buurvrouw tegen bij de bakker. Ze kocht een hoofd voor koren. Terwijl ze haar portemonnee uit haar tas opliep, zei ze... De kinderen zijn al lang het huis uit, maar ik kan mij niet wennen aan dat ik maar een half brood nodig heb. Vroeger kocht ik er wel drie. Ik dacht aan vriendin van wie de kinderen ook zelfstandig wonen. Als zij boodschappen doet in de supermarkt, pakt ze van alles uit de schappen. Oh kijk, camembert, dat vindt mijn zoon lekker. En nootjes voor even. En ik zal ook maar wat bier in huis halen. Want misschien komt een vriend mee en die drinkt bier. Met verbazing zag ik hoe ze de kar laden. Wie gaat dat allemaal opeten? vroeg ik. Ze haalde de schouders op. Het ging haar om het gevoel, niet om de werkelijkheid. Want Eva komt niet zo vaak langs. En zeker niet met die vriend van haar. En de zoon komt nog, komt nog wel, omdat hij in de buurt werkt. Maar hij blijft nooit lang genoeg om toosjes met camembert te eten. Boodschappen doen is een teken van leven. Een goed gevulde koelkast betekent gezelligheid. Mantelzorgers van oude mensen weten dat ze de voorraden in de keuken goed in de gaten moeten houden. Er staan vaak allerlei levensmiddelen in de koelkast die over de houdbaarheidsdatum zijn. Kleinkinderen herinneren zich de wit, de wit uitgeslagen chocolaatjes en de taaie stroopwafels die hun grootmoeder presenteerde wanneer ze. Eindelijk dan een keer op visite kwamen. Ik logeerde een keer bij mijn oude oom en tante in Amerika. Amerikaanse koelkasten zijn enorm. De supermarkt is nooit dichtbij, eens in de week doen Amerikanen boodschappen en halen dan alles wat ze denken nodig te hebben tot de volgende boodschappenronde. Ik keek in de ijskast of er wat fruit was voor een ontbijt. Maak de yoghurt op! Beval mijn tante. Wij eten het niet en hij moet op. En neem wat brie. Ze trok een vies gezicht. Waarom koop je Franse kaas als je hem zelf niet lust? vroeg ik. De buurvrouw bracht het mee en zij had het weer van de zoon gekregen, legde ze uit. Ik pakte het verkommerde stukje brie. 15 december vorig jaar was de houdbaarheidsdatum. Misschien kunnen we deze brie beter weggooien, stelde ik voor. Maar dat was onmogelijk. Wij hebben de hongerwinter meegemaakt, zei mijn tante. De hele logeerpartij, lang was ik getuige van de oorlog die ze tegen haar eigen koelkast voelde, voerde. Hij moest en hij zou leeg. Ik, ik hielp achter de rug om, door af en toe wat te laten verdwijnen. Sommige dingen waren nog goed, die aten we op. Maar het had niets met lekker eten te maken. Het leek wel of we een plaag aan het bestrijden waren. Mijn oom deed er ook aan mee. Als hij iets wilde eten, vroeg hij: wat moet het eerst op? Zo shockten die arme mensen door hun zelfgemaakte voedselwoestijn. Ze zijn heel oud geworden, terwijl eigenlijk hun datum al verstreken was.